Ik wou zeggen, ik hoop dat het kabinet blijft zitten deze keer. Ik heb niets over de opleidingsinstituten van leden van het kabinet in mijn speech opgenomen. Voorzitter, iedereen die van een afstandje naar de toestand in ons land kijkt, ziet dat we langzaam afglijden. Het wordt steeds minder prettig in Nederland. De koopkracht holt achteruit. De etnische en culturele samenstelling van ons land is door 13 jaar VVD-regering extreem onder druk komen te staan. Klimaatbeleid gebaseerd op volstrekt onwetenschappelijke claims over extreme opwarming die helemaal niet plaatsvindt. Over CO2-besparing, wat helemaal niet nodig is, helemaal niet wenselijk is. Hebben gezorgd voor duurzaamheidsbeleid, wat helemaal niet duurzaam is. En dat ons 1000 miljard kost. Dat energieprijzen onbetaalbaar maakt. Boodschappen steeds duurder. En bovendien ons land ontsiert met windturbines die 50.000 vogels per jaar het leven kosten. En ook nog eens een keer tientallen miljoenen insecten. We zien stikstofbeleid dat eveneens op volstrekt belachelijke milieumodellen is gebaseerd. Ik heb dat uitgebreid bewezen in een boek dat over een paar weken verschijnt. Het hele stikstofbeleid van A tot Z is één grote farce, één grote scam. Maar het legt wel de hele woningnoodbouw stil, waardoor een enorme woningnood is ontstaan. Het drukt de boeren van hun land. En het dwingt onze bedrijven en luchthavens op de knieën. De euro ondertussen zorgt voor inflatie en het verdampen van onze spaargelden en onze pensioenen. Een cultuur van zelfhaat brengt ons tot wanstaltige excuses voor ons glorieuze verleden en tot publieke kunst die het straatbeeld ontsiert en ons steeds minder thuis doet voelen in ons eigen land. Voorzitter, het is goed dat er op 22 november verkiezingen zijn. Want Nederland moet kiezen voor een koerswijziging. We moeten een andere weg inslaan, want op deze manier gaat het gewoon echt niet goed. We raken ons land kwijt. We hebben niets meer te besteden. We worden uitgeleverd door de mensen die ons besturen aan globalistische belangen, zoals vertegenwoordigd door het World Economic Forum, door BlackRock, door de EU. Maar ook worden we overgeleverd aan ongehoorde aantallen immigranten, waardoor we op termijn een minderheid worden in ons eigen land. Aan big pharma en big finance, aan klimaatpausen en windmolenzwendelaars. En tot slot worden we overgeleverd aan het militair-industrieel complex, dat verschrikkelijke oorlogen ontketent en in stand houdt over de hele wereld. En met name in het Midden-Oosten en in de Caucasus. In het zicht van al dit ontij presenteren wij 12 punten waarmee Nederland er weer bovenop kan komen. Ze zijn uiteraard onderdeel van een veel groter herstelplan, maar deze 12 omvatten toch wel echt de kern, mevrouw de voorzitter. 1. Nederland weer soeverein. We sturen aan op intelligente uittreding uit de Europese Unie, zodat we weer baas worden in eigen land. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Nederland bij andere internationale organisaties zoals het EVRM, het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie en de NAVO worden herzien. De Nederlandse wet dient altijd boven internationale verdragen en afspraken te worden gesteld. Zolang onze betrokkenheid bij dergelijke organisaties voortduurt, eisen we volledige openheid en transparantie door het schrappen van de uitzonderingsgrond van artikel 5.1 van de wet Open Overheid. 2. Democratische vernieuwing. Continu wordt er vlak voor de verkiezingen, we zien het vandaag ook weer, het ene beloofd en het andere beloofd. En de VVD gaat echt iets doen aan de immigratie en het CDA zal de midden- en kleinbedrijven ontzien en enzovoort enzovoort. En na de verkiezingen wordt het tegenovergestelde gedaan. De bevolking voelt zich steeds minder gehoord. En daarom geven we, als het aan ons ligt, de macht eindelijk echt terug aan de bevolking door invoering van bindende referenda naar Zwitsers model. Dit zodat de regering door de bevolking kan worden gecorrigeerd
zodat de mensen in het land daadwerkelijk de baas worden over het beleid en niet de achterkamertjes van de kartelloverleggen bepalen wat er gebeurt. 3. Vrijheid onvoorwaardelijk. Het is nog maar 1,5 jaar geleden, maar wat voelt het ver weg. Maar het is nog maar 1,5 jaar geleden dat Nederlanders verboden werd om familie te bezoeken. Om in de avond naar buiten te gaan en een restaurant te bezoeken. Door een virusje. Dat mag nooit meer gebeuren. Onze vrijheid mag nooit meer op dergelijke wijze worden afgepakt. En daarom dienen wij een vrijheidswet in die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. En we hebben ook een anticensuurwet in de maak die de vrijheid van meningsuiting en het vrije debat ook op sociale media moet beschermen. Tegen de oprukkende censuur die van staatswegen op ons wordt afgelegd. 4. Behouden van cash geld. Er komt wat ons betreft een wettelijk recht op cashbetalingen en een verplichting aan banken om banktegoeden van klanten kosteloos in cash uit te keren als zij die willen hebben. We stemmen nooit in met de invoering van CBDC en we bereiden een intelligente uittreding uit de euro voor. 5. Kinderen beschermen. Kinderen worden op school steeds vaker in de war gebracht door docenten, door tv-programma's en door leerboeken over hun geslacht of geaardheid. Terwijl zij bezig horen te zijn met leren van taal, rekenen en buitenspelen enzovoorts. En daar komt wat ons betreft een einde aan. Wij willen een verbod op transgenderpropaganda op scholen en in tv-programma's voor de jeugd. Ook wordt het wat ons betreft onmogelijk voor minderjarigen om geslachtsveranderingsoperaties te ondergaan of hormoontherapie en puberteitsremmers te nemen. Een onafhankelijke commissie moet voorts de politieke sturing in schoolboeken onderzoeken en zoveel mogelijk terugdringen. 6. Immigratie echt aanpakken. De immigratie heeft een ontwrichtende werking op onze woningmarkt, de zorg, het onderwijs en sociale cohesie. Daarom stellen we een naturalisatiestop in van tenminste 10 jaar en schaffen we permanente verblijfsvergunningen af. Gewoon even helemaal stoppen. De overheid biedt steun aan immigranten om terug te keren naar hun land van herkomst. Krijgen we dus ook weer remigratie. We voeren een green card in naar Amerikaans model, louter voor mensen die de Nederlandse economie en samenleving versterken. En we bieden politiek asiel aan Julian Assange en Edward Snowden. 7. Vrede in Oekraïne. We stoppen wat Forum voor Democratie betreft, en we zijn, als ik het hoor zo vandaag, de enige partij in dit parlement die dat wil. We stoppen de zinloze oorlogshetserij, de steun aan de Amerikaanse wapenindustrie in Oekraïne. We gaan om tafel om een redelijke oplossing te vinden. En dat kan ontzettend makkelijk, want vanuit de andere kant van de strijdende partijen wordt continu gezegd, alleszins begrijpelijke doelen, daar kunnen we zo een staakt het vuren mee bouwen. En wat ons betreft wordt Nederland een mediator. Onze eeuwenlange traditie als neutraal land, als verbindende speler, internationaal indachtig, kan Nederland een voortrekkersrol spelen en vredesonderhandelingen starten tussen Rusland en de NAVO en eventueel kan Oekraïne ook aanschuiven, maar Oekraïne is natuurlijk niet echt een strijdende partij in deze. Maar het is een oorlog van de NAVO tegen Rusland en dat moet stoppen. 8. Betaalbare energie. We stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, stikstofbeleid en duurzaamheid. Om energie weer betaalbaar te maken, heropenen we de Nederlandse kolencentrales. Maken we een herstart met de gasboring in Groningen en investeren we in de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. De 1.000 miljard euro die we hiermee besparen, wordt teruggegeven aan de Nederlandse burger in de vorm van lastenverlichting. 9. De beste zorg ter wereld. We trekken meer geld uit voor verpleegkundigen en maken een einde aan de bureaucratische rompslomp in de zorg. Ouderenzorg krijgt weer de aandacht die het verdient
En heel belangrijk, de jeugdzorg. We zijn de enige politieke partij die dat op de agenda zet. De jeugdzorg moet fundamenteel worden herzien. We moeten heroverwegen of al die uithuisplaatsingen wel terecht waren. We moeten een extra commissie daarvoor instellen. En we moeten de financiële prikkels die gemoeid zijn met die hele uithuisplaatsingsindustrie, die hele jeugdzorgindustrie, en vergis je niet, daar gaan honderdduizenden kinderen in om die financiële prikkels echt te stoppen. 10. Een deltaplan voor het onderwijs. Er moet bijscholing komen voor docenten gericht op verhoging van het algeheel onderwijspeil. We geven het beroepsonderwijs het aanzien dat het verdient door herinvoering van ambachtstitels. Niet iedereen hoeft naar de universiteit. Hogere compensatie voor de pechgeneratie, de mensen die tussen 2015 en 2023 studeerden en die de basisbeurs zijn misgelopen. Nederlands wordt weer de voertaal in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Wacht u nog even met punt 4. Interruptie Elf. Van de heer Elf. De heer Paternotte. Voorzitter, we horen weer een hoop bijzondere dingen, zoals Oekraïne is geen strijdende partij. Op basis van wat Baudet eerder heeft gezegd en als hij het dan heeft over bemiddeling, wat ziet hij nou als een redelijke uitkomst dan uit zo'n bemiddeling? Nou ja, zonder vooruit te lopen op de onderhandelingen zelf, hè? Maar de positie van Rusland in dit conflict is heel begrijpelijk. En de NAVO heeft Rusland in een situatie gedwongen waarin het land eigenlijk niks anders meer kon. En wat Rusland steeds zegt is: Krim, Russisch. Soevereiniteit of suzereiniteit of onafhankelijkheid voor de Oost-Oekraïnse Russische republieken. En ten derde militaire neutraliteit van Oekraïne, zodat het een bufferstaat is tussen aan de ene kant de NAVO en aan de andere kant Rusland. Die drie eisen van Rusland lijken mij alleszins begrijpelijk, alleszins redelijk en iets waar wij vrij makkelijk, juist ook in het belang van de Oekraïense bevolking die bij borstjes sterft nu op het hakblok van NAVO-imperialisme, laten we wel wezen, Amerikaans imperialisme. Maar dat zijn eisen waar we in alle redelijkheid volgens mij mee akkoord kunnen gaan. Ik zie daarin geen fundamentele bedreiging voor de Oekraïners, integendeel, die krijgen dan vrede. Ik zie ook geen fundamentele bedreiging voor Europa. Het is volgens mij een heel, heel redelijke uitweg. Maar goed, dat zou natuurlijk in detail moeten worden uitonderhandeld aan de onderhandelingstafel. Dat spreekt voor zich. De heer Paternotte. En dit was mevrouw Hermans. Voorzitter, ik vraag me af, waar haalt Baudet dit nou allemaal vandaan eigenlijk? Want Rusland is het oosten van Oekraïne binnengevallen, heeft de Krim in bezet genomen, heeft MH17 uit de lucht geschoten en is vervolgens een massale invasie begonnen. Het schiet duizenden raketten op ziekenhuizen, op scholen, appartementencomplexen en zorgt ervoor dat er tienduizenden Oekraïnse burgerslachtoffers zijn gevallen. Ja, ik ontken niet dat er een vreselijke oorlog gaande is. En sterker nog, ik heb hier al sinds 2015 voor gewaarschuwd toen ik een van de campagnevoerende mensen was in de referendumtijd of het associatieverdrag met Oekraïne, waar overigens 2/3 van de Nederlandse bevolking toen ook over zei van nee, dit is heel erg onverstandig. En een van onze argumenten was: dit brengt ons op de rand van oorlog met Rusland. Dit brengt Oekraïne op de rand van NAVO-lidmaatschap, wat ook nu op alle mogelijke manieren wordt bevestigd. Dus wij waarschuwen hier al heel lang voor. Het is ongelooflijk stupide en vreselijk dat het Westen, zeg maar het Amerikaanse imperialisme, dit heeft veroorzaakt. Tegelijkertijd is de uitgestoken hand, zoals ik hem interpreteer, van Rusland er nog steeds. Rusland wil deze oorlog helemaal niet. Rusland ziet Oekraïners als hun broedervolk, wil ook die mensen helemaal niet afslachten op het slagveld, zoals de heer Paternotte in herinnering brengt. Het is verschrikkelijk dat het gebeurt en we moeten zo snel mogelijk toewerken naar een staakt het vuren. En dat kan ook heel makkelijk als het Westen
die absurde eisen laat varen waarmee het Westen deze oorlog voert. Dank u wel. De Krim gaat nooit terug. Rusland gaat dat nooit teruggeven. Nooit. Dus dan zal je heel Rusland moeten vernietigen voordat dat oorlogsdoel bereikt is. Dan ben je dus bezig een totale wereldoorlog te ontketenen. Je moet voldoende realisme hebben om te begrijpen dat zo'n land als Rusland zijn vitale belangen niet opoffert. Hetzelfde als Rusland nu in Mexico een leger zou gaan opbouwen. En in 2004 heeft Amerika de eerste staatsgreep gepleegd in Oekraïne. Die is toen mislukt. Tweede staatsgreep hebben ze gepleegd in 2014. Als Rusland dat ook gedaan had in Mexico. En daar zou gezegd, oké, Mexico komt bij de Russische militaire alliantie. En we gaan daar grote oefeningen doen en vliegdekschepen naartoe. Iedereen hier in deze zaal en in het Westen überhaupt zou begrijpen dat dat heel erg onverstandig zou zijn en dat dat in ieder geval Mexico, maar waarschijnlijk Rusland zelf, op de rand van oorlog met Amerika zou brengen. Precies dat echter heeft Amerika gedaan richting Rusland. Wij kiezen geen partij. Wij zeggen, jongens, stop dit zinloze bloedvergieten. Het is nog erger, meneer Paternotte. De representanten van de Amerikaanse deep state hebben gezegd, het is toch fantastisch. Het kost ons maar 5% van onze militaire uitgaven. De Oekraïners sterven voor een oorlog tegen Rusland. Er hoeft geen Amerikaan voor dood, maar ze vechten onze oorlog. Dank, we gaan. Het is nu. Nou, dat was een heel lang antwoord op een vraag. Ik hoop dat. Het zit mij hoog. Ik vind die oorlog ook verschrikkelijk. Ja. Tot slot, de heer Paternotte. Ja, voorstel, wat fijn dat de heer Baudet zegt dat de Russen de Oekraïners helemaal niet willen afslachten en dat ze dat alleen maar moeten doen. Ik vroeg hem waar ze informatie van aanhaalt, maar dat komt omdat tot het voorbeeld van Mexico aan toe het één op één precies is dat het Kremlin zelf bijna niet beter kan verwoorden dan hoe Baudet dat hier doet. Tot slot. Ja, dit is natuurlijk weer typisch voor het niveau van het debat in dit land en vaak ook hier in de Tweede Kamer, dat het helemaal niet inhoudelijk op wordt. Propaganda. Dit is wat alle BRICS-landen ook vinden. Dit is niet alleen maar de positie van Rusland. Dit is ook de positie van China. Dit is ook de positie van India. Dit is ook de positie van Latijns-Amerika. Dit is ook de positie van Zuid-Afrika en een heleboel andere Afrikaanse landen. Wat het Westen en met name de mensen die zo enorm. En dat vind ik opvallend. Want jij. Wacht even, ik zit nog in mijn interruptie. Waarom zet u de tijd aan, mevrouw de voorzitter? Dit is heel raar, dit. Heel merkwaardig. We gaan het even corrigeren. Krijg ik mijn tijd ook weer terug? Er is niks aan de hand. We gaan het gewoon weer. Krijg ik mijn tijd ook weer terug dan? Nou, nee, volgens mij was dit 4. U heeft nog 4 minuten. Waarom krijg ik mijn tijd niet terug? Dat is gecorrigeerd, toch? Nee, het is niet gecorrigeerd. Ja. Oké. Okay. Wordt helemaal geregeld. We gaan... Ja, maar ik mocht antwoord geven. Ik geef antwoord. Ik zie dat mijn tijd begint door te lopen. Ja. U mag eerst even antwoord geven, meneer Baudet, en wij corrigeren de tijd. Dus geeft u eerst even kort antwoord en dan gaat u weer verder. Ja. Wat mij zo opvalt, is dat sinds de oorlog in Vietnam is het iets van links geweest om kritiek te hebben op Amerikaans imperialisme. Op Amerikaanse regime change oorlog. En het zijn nu bij uitstek de linkse partijen en de representanten van de linkse stromingen in Nederland die voorop lopen met militarisme en wapentaal. En dat vind ik zo'n vreemde metamorfose. Het is zo'n vreemde transformatie van de discussie. Waarom is het zo lastig om te zien dat deze oorlog is geprovoceerd, is uitgelokt, dat Rusland in een situatie is gebracht waarin het niet anders meer kon en dat dit heel makkelijk tot een staakt het vuren te brengen is als we die absurde oorlogshitserij zouden staken. Heeft u toegelicht. Dank u wel. U vervolgt uw betoog, we tellen de 20 seconden. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb nog 2 belangrijke punten. Heel belangrijke punten en dan een afsluitend punt. 11. Nederland weer mobiel. De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km per uur en harder waar het kan. Naar Duits model noemen we dat. We schaffen trajectcontroles helemaal af omdat ze onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid. En verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de BPM. Autobezitters betalen slechts 1 keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben. Je kan immers niet tegelijkertijd in 2 auto's rijden.
Geen milieuzones meer in steden. Brandstofauto's altijd en overal welkom. We starten het aanlegtraject voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee. En tot die tijd krijgt Schiphol alle ruimte om haar cruciale economische rol te blijven vervullen. 12. Lastenverlichting voor iedereen. We verlagen de lasten voor MKB en ZZP en maken een eind aan de regelzucht van de overheid. De grens voor de hoge VPB gaat wat ons betreft omhoog naar 1 miljoen euro en de zelfstandige aftrek wordt verhoogd naar 15.000 euro. Radicale vereenvoudiging van het premie- en toeslagenstelsel. We stellen een belastingvrije voet in van 30.000 euro voor iedere werkende Nederlander en brengen de BTW terug omlaag naar 6% en 19%. Zodat werken altijd gaat lonen en de horeca, de detailhandel en de dienstensector weer kunnen aantrekken. Al deze ideeën zijn echt mogelijk. Al deze plannen kunnen wij realiseren als Nederland een aantal vastliggende ideeën zou heroverwegen. De gedachte dat er een klimaatprobleem zou zijn, dat CO2 een probleem zou zijn, dat de fossiele brandstoffen, zoals ze genoemd worden, bijna op zouden zijn, dat we per se een vazal van het Amerikaanse imperium zouden moeten zijn, dat we een immigratieland zouden moeten zijn, dat we in een Europese Unie zouden moeten zitten en big finance, big pharma en big tech de macht zouden moeten geven over onze levens en onze democratie. Als we dat soort vastliggende ideeën zouden loslaten, dan zouden er hele nieuwe velden worden ontsloten waar wij beleid zouden kunnen maken. Dan zouden we toegang krijgen tot adembenemende welvaart. Omdat alle kosten die we, alles wat wij met z'n allen verdienen, gaat naar de financiering van die massa-immigratie, gaat naar de financiering van die klimaatindustrie en gaat naar de financiering van Zuid-Europa via de euro en via de EU. Door de obsessie met klimaat en duurzaamheid zijn we ook gestopt met die gasboring in Groningen. Daar zit voor meer dan 500 miljard euro in de grond, terwijl je die Groningers perfect voor 10, 20 miljard kan compenseren. Het is een no-brainer, deze rekensom. En Nederland zou het Dubai van Europa kunnen worden. Maar het gebeurt niet, omdat iedereen hier vast zit in die tunnelvisie, in dat rantsoeneringsdenken, in dat grenzen aan de groei denken dat nu al zo lang onze wereld beheerst. Gelukkig, ik begon ermee en ik eindig ermee. Op 22 november zijn de verkiezingen. Wij hebben geloof in Nederland. We hebben hoop op verandering na 22 november. En we voelen liefde. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dank u wel, meneer Baudet. Interruptie van de heer Wilders, PVV. Voorzitter, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hadden plaatsgevonden? Heer Baudet. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets naar beneden gegaan op diezelfde dag dat gebeurde. Daarvoor hebben ze een uur lang rondgecirkeld en dan nog even vlak voor de impact, raampje naar beneden, paspoort eruit gegooid, raampje weer dicht en erin gevlogen. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk. Ja. Dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal even geregeld zou hebben. En het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang
heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Helder was nog een vraag over maanlanding. Ja. Ja, het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Ik ben er zelf niet opgekomen, zeg ik maar. Wilt u daar nog op reageren? Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha, okay. Interessant. Dank. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik was er niet. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel. Ja. De heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Want ik zeg u, meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Helaas heeft 9-11 ook plaatsgevonden. Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Ja, nou, 9-11 heeft. Er zijn gebouwen neergestort op 9-11. En daar zijn mensen gestorven. En dat is vreselijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Kort daarna is een wet ingediend. Die lag kennelijk al klaar. Van 1200 pagina's. De Patriot Act. Op grond daarvan heeft Amerika misdadige martelpraktijken gestart op Guantanamo Bay. In Abu Ghraib is 7 landen binnengevallen en heeft daar nog miljoenen doden gemaakt. Ook dat is afschuwelijk geweest. Dat is een van de grootste vergissingen geweest in de buitenlandse politiek. En ik schaam me dat Nederland die oorlogen gesteund heeft.